volgen een dag lang een heel gek dieet en het wordt bepaald door deze dozen. We mogen ze morgen pas openmaken, maar we moeten ze nu wel kiezen om mee naar huis te nemen. Is het boodschappenlijstje een dieet van Ronjas? Maar is het als in een vleesdieet, visdieet? Ik denk dat we daar maar op één manier achter kunnen komen door die doos mogen te openen. Nummer 5. Weet je wat ik dan doe? Kosten nog moeite gespaard. Ook de meest dichtbijzijnde. Oeh, jou is heel licht. Ik wil doos 4. En dit is dus het ontbijt. Dit is het ontbijt. Dit mag je morgenochtend, als jij trek begint te krijgen, openmaken. Goedemorgen, ik sta zojuist onder de douche. Ik sta zo heerlijk in te soppen, weet je wel. Gewoon zo heerlijk dat je gewoon denkt, oh, wat een fijne morgen, lekker onder de douche. Oh, dat is toch lekker. En toen dacht ik, oh, ik heb honger. Ik heb zin om te ontbijten. Ik neem jullie even mee. Na het moment dat ik gisteren box nummer 2 pakte op kantoor. Zeg maar, dit voelt voor mij als een lege doos. Maar er zit wel iets in. Haal de freak vonk in jezelf naar boven. Want vandaag staat er iets bijzonders op het menu. Het insecten dieet. Ja, en dan? Hallo! Au! Het belooft een smaakvolle ervaring te worden. Alleen al de gedachte aan een dag vol insecten doet me watertanden. Dus open snel die doos, want je kunt vast niet wachten om met je ontbijt te beginnen. Eet smakelijk, bro. Het eerste wat nu trouwens door mijn hoofd spookt is, ergens gaan ook levende insecten tussen zitten. Ik ga je nu al eens vertellen. Dat ga ik niet eten. Wat een kutdag! Ik heb hier een bakje met krekels. Ik zit letterlijk te kijken naar wat de hel is dit. Meelwormenpoeder. Mengen met water. Tussen haakjes, erg lekker. Ik kan wel janken, ouwe. Ah. Er zit bijzonder veel smaak aan. Ik dacht, dit is fucking smaakloos. Mm-hmm. Dat is het dus helemaal niet. Oh. Er zit best veel smaak aan. Hoe kan dat nou, joh? Ik dacht echt dat het fucking een hap zand zou zijn. Dat is het wel, als in het... Ja? Het is meteen weg, mm-hmm. Maar er zit heel veel smaak aan. Mooi zo! En dat had ik niet verwacht. Ik had echt verwacht dat het heel smaakloos zou zijn. Oh, dat is jammer! Dan heb ik hier verder nog een beetje water. En dan ga ik dan het meelwormenpoeder bijgooien. Ja? Die is ook helemaal niet gemaakt om te mengen en te doen. Gadverdamme! Die loeft. Ja, maar dit kan niet, ouwe. Zo, de tyfus. Er komt even loef naar me. Oh man, geniet ervan, doe de dingen die je leuk vindt en ja, geniet er gewoon van. Dan ben je vanzelf, word je gelukkiger en dan gaan er ook in, en dan ook in andere dingen. Dit kan niet, ouwe, dit is helemaal niet voor mensen. Ik vind het allemaal wel gefeliciteerd, ik zie jullie bij de lunch en dan ga ik weer niks eten. Goedemorgen, daar zijn we dan. Voor mij ligt het volgende, envelop. En doos nummer 4. Ik maak me een beetje zorgen om vandaag. Normaal gesproken doen we dit soort challenges. En dan maak ik me eigenlijk geen ene reet uit hoe vertiefd het is. En ja, het is een dagje bikkelen. Dan ga je slapen. En de volgende dag gaat het prima. En dan heb je een leuke video. Vandaag is mijn planning alleen iets anders dan die van de andere gasten. Ik heb vanavond een tenniswedstrijd. Stel dat ik de hele dag alleen maar poep eet. Dan kan ik natuurlijk helemaal niet sporten. Ik hoop dat ik iets krijg. Waardoor ik me vanavond niet helemaal vertiefd voel. Dus we gaan het zien. Wat mij wel opvalt, deze doos is bijzonder licht. Het weegt helemaal geen flikker. Maar eten dat niks weegt, daar is er niet zo heel veel van. Een hele goede morgen. Goed nieuws. Vandaag volg jij een voedingsrijk chips dieet. Dat wordt ongelooflijk smullen van begin tot eind. En nog meer goed nieuws. Het ontbijt staat er voor je klaar in de doos. Er staat hier een voedingsrijk chips dieet. Maar chips is toch misschien wel hetgene waar het allerminste voedingsstof in zit ooit. De hele dag chips eten. Wat heerlijk. Bro, dit is mijn ontbijt. Ik ga dus gewoon de hele dag chips lopen vreten. Hoe vertiefd moet je je dan voelen als je gewoon de hele dag alleen maar chips chapt? Oh, ze zijn heel dik, man. Dit is helemaal niet lekker. Wow, dit is echt een soort kroepoe-achtig, maar dan heel droog. Al dat droge toetje is dit, joh. Dit is een beetje alsof je gewoon normale chips hebt. En die maak je die zak open en eet je hem niet helemaal op. En dan 2 weken later denk je, hey, ik heb nog chips. Maar goed, het is wel een heel voedingsrijk ontbijt. Ik beuk even 2 zakjes naar binnen, dat is dat mijn ontbijt. En dan, dan vind ik het wel mooi geweest. Goedemorgen, dames en heren. Goedemorgen. Ik heb er zin in vandaag. Ik krijg een eigen dieet en ik hoop dat het lekker is. Ik heb wel zin in gewoon lekker eten eigenlijk. Dus ik hoop wel dat ik een soort van klein dieet krijg, het liefst. Eigenlijk wat ik normaal eet, maar die kans is wel klein. Ik heb deze envelop en we gaan kijken wat mijn dieet is voor de dag. Goedemorgen. Vandaag ga jij alles behalve nuchter door het leven. Wat voor jou staat het alcohol dieet op het menu? Je zal vast flinke dorst hebben, dus maak maar snel de dozen open. Drink smakelijk. De bonbons zijn het enige echte eten dat je vandaag zult hebben. Uiteraard bevatten deze ook alcohol. Geniet ervan, probeer ze de hele dag door te spreiden. Oh, een alcohol hier. Hier bij mijn doos. Nee? Ik heb cacao.
van Gilze mosterdsuiker. Pakko, al open fles. Jack Daniels en die bonbons. Zo, er zitten wel veel bonbons in, dat is wel top. Ik heb het gevoel dat ik een soort cocktail hiervan moet maken, maar ik heb niet echt een idee welke het is. Irish coffee recept. Oké, op dit moment heb ik 200 ml koffie. Ja, klopt. Er moet dan 50 ml Jack Daniels bij. Nee. Dan moet je wel even roeren, denk ik. Hier is nog een lekkere toef slagroom op. Flikker ik alles eroverheen. Nou, mensen zeggen ze eerlijk. Het ziet er toch best wel lekker uit. Kijk, ik kan me best wel voorstellen dat ik dit nog wel lekker ga vinden. Maar als je op een gegeven moment bij drankje 88, als je eenmaal bij middagsnack bent, dat je dan denkt van nou, ik geloof het inmiddels wel. Eerlijk is eerlijk, dit is gewoon echt lekker. Wat een verzekering. Het is echt heerlijk. Je zit nu een stuk over de helft. En voor mijn gevoel voel ik het nu al zitten. Morgen mensen. Ik doe al mijn vocal warmen voor een draaidag normaal gesproken om dan even die stem in goede shape te krijgen. Hey, ik ben net wakker, maar ik ben echt een ongelofelijke boomer die bij elke mogelijkheid die hij heeft natuurlijk meteen die heerlijke Olympische Spelen opzet. Heerlijk de hele tijd kijken naar van die mensen die hun hele leven trainen om aan een balk te hangen en er vervolgens afflikkeren op Montmartre Supreme door ze zilver pakken en waarschijnlijk hun hele familie in China ze afgemeld omdat ze de trots, de schande van de familie zijn. En dan zit ik dan met mijn bak chips op de bank even uit te lachen. Wat ik bij de Olympische Spelen altijd meteen aan moet denken is dat in 2008 ik de Olympische Spelen nauwlettend in de gaten hield. Omdat Nederland toen meedeed aan het voetbal. En voetbal op de Olympische Spelen is voor jong teams. Maar je mag 3 dispensatiespelers meenemen. Gewoon elke leeftijd dan ook, al zijn ze 100. Maar het zijn meestal spelers die niet het eindtoernooi ervoor hebben meegedaan. Zoals het EK 2008 in dit geval. Dus Nederland nam toen mee Rob Makaay en Gerald Sibon. Hoe verzin je het om Gerald Sibon en Makaay? Volgens mij speelden ze ook gewoon best wel veel samen. Het wordt smullen vandaag, want jij geniet de hele dag van een snoepdieet. Oké, dat is niet heel veel anders dan normaal. De kans dat jij vannacht niet slaapt door je sugar rush is misschien erg groot. Jij denkt dat ik last heb van de sugar rush. Ik ben wel wat gewend, oh vriend. Maar je hebt het zeker niet slecht getroffen. Om ervoor te zorgen dat je niet te veel suiker eet, begin de dag gewoon met gebakken en gekookte eitjes. Geniet ervan. Mensen, dit zijn geen eitjes. Dit zijn UFO's. Kinderjoy. Oh, oh, oh. Bro, wat zijn dit nou weer voor waardeloze eieren? Hier, dit is een eitje, denk je? Dan maak je hem open en dan is het... Hoe kun je nou zo stom zijn om daarin te trappen? Wat een vieze, zalvige ballen. Dit is natuurlijk niet in de koelkast geweest, omdat ik natuurlijk niet wist dat het in de koelkast moest. Of zijn het altijd zo Is het altijd de bedoeling dat dit zo zalvige eieren zijn? Zo, gebakken, gekookte eitje, koffietje, television. Des te live, man, des te good life. Gratis en voor niks, 2020 meme voor jullie. Hey John, geef de hagelslag even door. Oh ja, voor de mensen die trouwens geïnteresseerd zijn in mijn latte art, waar ik een jaar geleden mee ben begonnen toen ik een veel te duur apparaat kocht en toen ineens heel intensief ging oefenen om het te kunnen. Inmiddels is dit het level waarop we zitten. En het erge is, dit is nog een van de betere pogingen ook van de afgelopen maanden. Dit moet wel smaakvol zijn. Denk aan je proteïne, denk aan je eiwitten, eieren. Is misschien niet de meest makkelijke manier om je eiwitten uit te halen, die je natuurlijk wel heel hard nodig hebt elke dag. Het is oh zo lekker om je dag mee te beginnen. Denk aan je eiwitten, mensen, want het is zo belangrijk. Kindereieren zijn verkrachtend vies. Gadverdamme, maar wat hebben ze daarmee gedaan? Ik heb het idee, als je gewoon de dingen doet die je leuk vindt en als je geniet van de dingen waar je van moet genieten, van de mensen waarmee je kan genieten van dingen, zoals werk of school of weet ik veel, dan gaat dat automatisch. Een hele goede morgen. Ik heb doos 3 meegekregen. De vorige keer dat we zo'n video als deze opnamen, moest ik in de ochtend kattenbrokken eten. Ik hoop niet dat ik dan toevallig een soort dierendieet heb gekozen. Vandaag ga je terug naar je roots en volg je de hele dag een babydieet. Van vies babyvoedsel tot vies baby drinken, alles komt voorbij. Geniet nu vooral van je lekkere ontbijt, want die legt de bodem voor de rest van de dag. Maar waarom staat er specifiek vies babyvoedsel tot vies baby drinken? Ik moet gelijk denken aan van die spuitzakjes met spuit. Uit groente en fruit. Ik hoop heel erg dat hier gewoon een tiet in zit van een leuke vrouw. Ah, nee.
en een soort Brinta voor baby's. Verwarm 165 ml borstvoeding of dreumes of peutermelk tot handwarme temperatuur. Giet de melk in een bordje. Let op, bij bereiding met borstvoeding kan de pap dun worden. Maar waarom mag ik als ik een babydieet heb niet gewoon aan een tepel zuigen? Tijd voor een Nutrilon review. Op het moment dat je het een baby durft geven, zal het wel goed zitten. Want anders ga je dat niet aan een baby geven. Mijn probleem echter is dat een baby niet kieskeurig is. Dus het kan wel voedzaam zijn, maar ook gewoon heel smerig. Ja, het is prima. Het lijkt op Brinta-pap, maar dan is het gewoon smaakloos. En ik denk dat ik daarmee het best getroffen heb als het aankomt op ontbijt. Want er zullen vast slechtere opties tussen de dozen hebben gezeten. Zeg, kom op dan, vuile vieze. Hier probeert die ander gewoon van de trap af te duwen. Ik heb het op en ik ben misselijk. Ik ben echt heel misselijk en ik zit heel vol. Hier zit in 40 gram ongeveer 120 calorieën, dus dat is niet zo heel veel. Maar 50 gram is 800 calorieën. Ik heb net voor 900 calorieën aan babyvoeding gegeten in de ochtend. Wij mogen thuis ontbeten en wij moesten verzamelen op kantoor voor de lunch. De tafel is gedekt, Milo. Tenzij jouw dieet witte bolletjes is. Ja, toevallig wel. Okay, ik weet nog niet wat jullie hebben. Wat was jouw dieet? Ik denk dus dat ik best wel geluk heb gehad. Ik heb dus chips dieet. Alles wat ik vandaag eet is chips. En dan denk je, maar je kan niet met specifieke chips ontbijten. Oh, zeker wel. Ik had namelijk de proteïne chips. Paprika, naturel en sour cream onion cheese. Onion? Ik weet het niet, niet precies. Proteïne chips. Ik weet niet of ik mijn dieet zou ruilen voor proteïne chips. Wat zit er in die chips dan dat het proteïne chips maakt? Eiwit. 7,4 gram proteïne. Proteïne chips. Ik heb vooral heel veel ontbeten, want ik dacht, wat een baby eet, dat kan ik wel een keer 2,5 doen. Want dan heb ik een grote maaltijd voor mijn baby dieet. Ik heb nu 900 calorieën op aan Brinta met Nutrilon melk. Jij hebt dus wel gegeten. Ik sta hier met een best lege maag, moet ik jullie vertellen. En dat komt heel eerlijk omdat ik niet mijn hele bakje heb opgegeten. Ik heb namelijk een bakje gekregen met daarin heerlijke krekels. Ik heb een insectenontbijt. Maar dan denk je, was dat alles? Nee, ik had ook wat heerlijks te drinken erbij. Namelijk poeder. En dat was poeder van maden. En dat moest ik dan in een glas gooien en dan water erbij. En dan maakte hij dat aan. Dat was een soort aanmaaklimonade. Maar het werkte helemaal niet. Want het werd helemaal niet opgenomen in het water. Dus het was gewoon poeder in water. Robby, dankjewel. Ik dacht dus, die krekels hebben geen smaak. Nee, die hebben al een hele lelijke inrichting thuis. Als iemand een saai grap maakt, dan hoor je ze. Precies. Ze hebben dus heel veel smaak, maar wel heel vies. Maar waar ik dus heel bang voor ben, is dat ik dadelijk levende insecten krijg. En die ga ik ook niet opeten. Ik heb alles geproefd tot nu toe, maar daar blijft het ook wel bij. Ik werd vanochtend wakker en ik dacht, oh, wat heb ik zin om lekker te eten. Dus ik open met veel hoop mijn envelop en wat zie ik? Een alcoholdieet. Dan begin je de dag natuurlijk met een heerlijke Irish koffie. Dus ik heb voor mezelf een lekkere Irish koffie gemaakt vandaag. En dan denk je van, mag je dan niks eten? Jawel. Bonbons met alcohol. Ik dacht dat we een ander dieet dan normaal zouden doen. Maar ik open die envelop en er staat gewoon snoepdieet. De hele dag alleen maar snoep. En dat is precies wat ik normaal ook eet. Dus voor mij is het niet echt aanpassen. Ik had eitjes, snoepeitjes en kindereitjes. En het is tijd voor lunch. Je hebt gewoon zin in een drankje. Ik heb wel zin in een drankje. Het is tijd voor lunch. Het staat daar. Risotto, doperwtenkalkoen. Mat hebben we een bord met snoep. En als drinken een flesje Skittles juice. Ik heb daar thuis mijn hele koelkast mee vol staan. Dit is een mooi verhaal. We waren Rob aan het stalken op Ibiza, Mat en ik. En wij gaan dus. Een paar keer gaan we dus ochtends, middags even lunchen. Mat heeft uitsluitend welk gerecht moet hij een burger besteld. Dit besef, en dit zeg je ook nu pas. Dit besef had ik me helemaal niet. Het is nu ik die burger zie als lunch. Doe ik heel wat gek. Een burger als lunch. Ik nee, helemaal niet gek. Hij heeft dat letterlijk gedaan. Doe maar chickenburger. Echte moeders laten die tiet zuigen. Wist je dat je dat ook bij een man kan doen? Als een vrouw net is bevallen en de man die heeft ook vast een baby vast. Ja. Als je dan heel vaak aan zijn tiet gaat zuigen, doet het ook melk uit bij mannen. En dan een primeur bij de bankzitters. Raoul's feitjes worden vanaf nu niet meer Springhandjes. Het is een smoothie van banaan, melk en meelwormenpoeder. Wij rollen deze tube binnen een van deze vakken. Dat bepaalt hoeveel keer jij jouw eten moet opeten. Ik wil 1 en die zit daar best wel in het midden. Ik ben al zo goed in dit soort spellen. Ja, ja, stop! Oh mijn god! Ik moet het ermee doen. Nee, dat is sowieso waar. Ik kijk ernaar uit om weer iets te eten waar ik niet op hoef te kouwen. Voor de babyvoeding. Wij zitten op het puntje van de stoel. Ja, die is de hardste. Oh, die is de hardste. Tweede. Ik ken mensen die babyvoeding meenemen naar festivals, omdat het gewoon makkelijker te eten is dan. Ja, dit gaat helemaal mis. En ik kan niet eens 1 bakje springkaan op, dat overleef ik niet. Ik zou gewoon ogen dicht houden. Het is veel te hard.
Misschien moet ik dat niet nog. Hij is ook scheef. Dan gaan we er overheen. Oh, dan gaan we er overheen voor die drie. Leuk. Oh, oh, oh. Miel, wacht. Voor we beginnen, hele belangrijke vraag. Dat brilletje. Hey, dat brilletje? Dat is dus niet echt gevraagd, trouwens. Vertel me meer over een brilletje. Jij bedoelt dat brilletje. Dat is misschien wel de allerbeste zonnebril die ik ooit heb gehad. Wat bedoel je daarmee? Hij is mooi, hij is goed qua glas. Hij is ook gewoon hoe hij eruit ziet, echt top. Yeah. En die bril, die kan jij nu halen op bankzitters.nl. Uitverkocht. Nou, dat is echt te gek. En die kan je gewoon in je winkelmandje doen. Denk je, wat moet ik dan afrekenen natuurlijk? Heb jij de allervetste bril ooit? En dan ga je zoveel neuken. Alle vrouwen die willen je. Dat is serieus? Ja. Voor hoeveel bakje chips gaat Milo? Ik zie hem gewoon micro die drie. Ik vind één zo'n bakje chips prima. Het is best een grote bak, hoor. Yeah. Heb ik nou drie? Godver! Joe. Drie bakje chips. Alles is verbazing. Bij jou hoop ik echt dat het minimaal één is. Hij bent! Het zal dus een Guinness World Record of Books kunnen worden. Die is aan de zachte kant over de twee. Ja, zo, hij is hard verdiend en hij is zacht verdiend. Dus het wordt sowieso in het midden. Oh. Twee blikken. Die is heel smaakloos. Dit is de enige echte Kentucky Joppie chips. Het is wel ongelooflijk dat die chips nog steeds is. Yes. Zal ik over chips gesproken deze even proberen? Het is melk, banaan en aardappel, maar ik zie dat de verhouding niet helemaal klopt. En dat het vooral heel veel aardappel is. Ik ben benieuwd. Jij wil mensen raken. Wat bedoel je daarmee? Zal ik je wat leuks vertellen? Nou, dat was leuk. Ik vind het best spannend. Dat gaat toch niet? Ik vind het best goed eigenlijk. Heerlijk eigenlijk vind ik het. Het is een soort, het is heel tof. Best fruitig wel. Dat is ook lekker die zout op een structuur. Hij ging het mee, het gewoon mokies spannen. Ik ga even dat rietje proberen. Misschien is het dan een beetje heel leuk. Oh, het is helemaal niet vies. Oh, top. Als ik jullie zou mogen adviseren, ik zou hem zelf niet bestellen. En ik heb een probleem. Ik ben mijn krekel kwijt. Waar is hij nou? Oh, hier zit hij. Heel crispy. Ik heb hier dus een blik Guinness. Zit er zo'n kogeltje in? Ja. Oh, die spaar ik. Wat? Die spaar ik. Nou, je hebt mensen die dat vroeger van die inkpen, daar zit zo'n balletje in, die spaarden ze. Wat zit waar in? Dat balletje is erin om te zorgen dat hij niet de prik verliest. Huh? Nee, het is niet heel koud, dat is jammer. Dus ik moet het drinken. Ik zeg alvast sorry als ik vervelend word vandaag. Willen jullie weten waarom dat balletje ja, erin zit? Ja. Daar zit nitrogen in dat balletje. Dat wordt toegevoegd nadat het gebrouwen is in het blik. En dat nitrogen dat gaat uit het balletje en dat zorgt ervoor dat blik op spanning staat. Ah. Ik denk dat dit best ook is, hè? Ja. Kalkoen beter dan kipfilet, zei je altijd, hè? Want er zit minder vet in. Dat is mijn echt baby. Ja. Het is wel wit. Het is moedermelk. Van welke specifieke moeder dan? Van een hele mooie bruine dame. Maar die heeft wel chocomel. Maar dit flesje is weer de grootste cap ooit. Mensen, ik heb hier Skittles Original Juice. Er staat hierop, naturally flavored drink. Nou, dan gaat toch wel de alarmbellen af, want dat kan niet. In één serving die ik hier heb, dit flesje, zit 31 gram toegevoegde suiker. Maar dat is veel. 1% juice. Echt? Ja. We zullen eens gaan proeven, hè? Ik vind het best lekker. Ik ben meestal niet van de vloeibare snoep. Ik hou meer van echt dat je wel iets om hebt om op te kauwen. Ik heb vanochtend zelf een ijskoffie gemaakt voor het eerst. Zal ik uitleggen hoe het moet? 200 ml koffie. Ja. Huh? Dan ben ik het niet meer. Ik heb hem bijna op. Maar dit is een standaard drinker. Oh, schrokken jullie? Ik dacht oprecht al aangevallen werden, man, dat iemand hier een nitraat op het dak gooide. En nou zit mijn hele mooie broek onder de meelwormsap. Dat is morgens denk ik een uur of 11 een borreltje. En dan smiddags 2-3 borreltjes. En dan s'avonds 2-3 borreltjes en 2 potjes bier. Wat doe jij? Waarom drink jij het niet op? Nee, maar ik ook wel even zeggen, dit is een kratje pit. Drink het even op. Boom. Maar wij stoppen niet wanneer het vies is. Hallo mensen, inmiddels. Ik heb het gevoel dat ik dit beeld al 4 keer gehad dat ik een of andere zenuwinzinking heb als ik gewoon heel de dag alleen maar suiker eet. Ik eet veel snoep en suiker, ik ben wel wat gewend, maar op een gegeven moment is het toch wel een tol bereikt. Ik voel me slecht man, ik voel me slap. Ik kan helemaal niet concentreren. Ik ben totaal de focus kwijt. Ik zou eigenlijk zeggen dat alleen maar suiker eten niet goed voor je is. En wat daar aan heel goed doen. Zo, goedemiddag. Die tegen wat is. Ben je aan het doen? Een moord aan het bekokstoven? Nee, maakt niet uit. Want als je je niet goed voelt, dat je dan altijd jezelf kan redden met wat.
fruit. We hebben perziken. We hebben appel, banaan, zeer underrated fruit. En natuurlijk die kersen. Op een of andere manier heb ik helemaal geen zin hierin. Maar aan de andere kant denk ik echt, ik heb het heel erg nodig nu. Een beetje suiker, want dat piekje is nu wel heel laag. Ondertussen was ik druk bezig met werken. Het is voor mij soms ook even pauze. Wat je dus echt moet doen om hier ver te komen, als je op het moeilijkste niveau speelt, dan moet je dus zorgen dat je 200 van die muntjes hebt. En dan moet je zo'n eieren slingshotten neerzetten. Deze. Kijk, als je die neerzet, dan blijft die eier schieten, maar... Oh. Dit is volgens mij oprecht wat die cursusverkopers de hele dag doen als ze in Bali zitten. Die werken niet echt. Ze zitten gewoon een beetje dit te spelen in de hoop dat mensen in hun Instagram filmpjes trappen. Deze beat kunnen we best flippen denk ik en dan gewoon spitten. Is dit een quizprogramma? Want ik heb 100 vragen. Pak jij een Uber of moet ik je bij je huis ophalen? Snoep verstandig. Eet een banaan. Twee potjes Guinness zijn gezakt, dus het is tijd voor een snack. Ik heb hier een pak sangria. Ik heb ook een sinaasappel en citroenen. Het is in ieder geval niet weinig. Een lekker glaasje sangria. Kijk, als het zo is, het lijkt net alsof ik lekker een kop koffie in. Je ziet er echt twee... Oh, dan gaat hij even helemaal fout. Nee, loser, ik ga je even zwaaien. Wat? Hand? Hand? Oh nee. Oh, hij gaat dus een keer ouders halen. Snel weg. Op naar het avondeten. Het is tijd voor de snack. Maar voordat we beginnen met de snack, wil ik even vertellen dat de financiële man naast mij hier heeft een laptophoes gekocht van 1200 euro. Dus wil jij ook werken bij bankzitters? Ik zou het snel doen, want kennelijk verdien je hier hartstikke veel geld. Ik heb vrije honger. Ik heb namelijk nog niet zoveel gegeten vandaag, behalve 3 krekels en een springkaan. Dit is mijn snack. Crispy crickets covered with delicious Belgian chocolate. Dat klinkt ook hartstikke lekker, Bram. Dan wil jij dat er ook een beetje wel hebben. Hij is dus de jongen van die laptop. Ik heb voor het eerst het idee dat ik echt geblest ga worden vandaag, man. Ja, dit is top. Beetje stoffige nasmaak, maar dit bakje gaat in één keer op. Dat is nog niet alles voor de snack. Ik heb hier namelijk ook nog deze lollies liggen. Het is dus een lolly met een meelworm erin. Maar ik zit te denken, ik heb namelijk verschillende smaken. Perzik, of framboos, en het is ook kers. Een lolly met meelworm. Wie koopt dit? Ik heb hem eruit gehaald en je ziet ze echt zitten. Nou, dat wordt lekker likken. Zie maatje. Ik loef het. Nou, buiten dat de koen inmiddels echt dronken is. Is dit mijn laatste hap van mijn meelwormen lolly? Nadeel is wel, er zit net nog een heel klein stukje meelworm in. Mmm. Het is tijd voor een snack. Ik heb deze snack overhandig gekregen. Dit is een biologische dadel- en appelreep. En gek genoeg is dat ook wat ik normaal eet als snack. Rijk aan vezels, daar heb ik nog niks van op vanochtend. En zonder geurkleur en smaakstoffen. Oftewel, het is niet te beuken. Het smaakt als een hele grote rozijn. Ik vind het best lekker. Dames en heren, jullie vragen je vast af. Hey Milo, waarom ben jij niet op kantoor met de rest van de jongens? Ik heb een tenniswedstrijd. Nee, dat is best wel een belangrijke wedstrijd. Dus ik moet zeggen dat ik ook niet zo heel blij ben met een chipsdieet. Die wedstrijd is over 2,5 uur. Er is mij verteld dat er voor mij avondeten is geregeld. Dat zit in een tas achter in mijn auto nu. Ik heb het nog niet gezien. Maar nu, mijn favoriete moment van de dag. Tijd voor een snack. Ja, ik moet het dus zelf onderweg halen. Dus ik sta bij het tankstation. Ze hebben hier een Albert Heijn to go. Geloof het of niet, maar bij dit tankstation heb ik chips gevonden die daadwerkelijk heel voedzaam zijn. Bananenchips en appelchips. Huh? What the fuck? De smaak is dan niet gek. Ik vind de smaak eigenlijk heerlijk. Ik ben ook echt een loever van banaan. Ik vind banaan in mijn kont vind ik lekker. Alleen, ik breek mijn tanden er bijna op. Het is helemaal niet chill. Dan nu, de appelchips. Wow, oh, deze zijn niet alleen hard, ze zijn ook nog fucking taai, man. Holy fuck, wat fruitig is het. Hey, het viel me helemaal niet tegen, man. Ik vond het best nice. En het is ook lekker dat het een keer geen aardappel is. Het is tijd voor het diner. En ik heb er mee gezien. We zitten hier trouwens nu aan het barretje van de keuken. Het valt me nu pas op dat we daar een kalender hebben met een shot van Rob, waarvan ik geen idee waar het vandaan komt. Dat ben ik er niet. Yo, mensen! Het is leuk, er lopen dus heel veel kinderen in Oekraïne met die trui. Die hebben het toen gedoneerd, toen we ze over hadden. Koen en Suzanne. Suzanne en Freek is dezelfde dag als ik. En dan januari, nog iets speciaals? Ja, dat is de vetste, denk ik. Op 1 januari, QC en 3 Groevink. Iemand nog connecties met januari? Iemand die jarig is in januari? Ik zie nog iemand staan, maar... Nee, niemand? Niemand die iemand dicht bij huis heeft, die lief heeft ja, of zo? Roxy. Roxy, 12 januari. Oké, ja, dan had ik op het wachten. Roxy Dekker heeft een einde gemaakt aan haar relatie met Koen van de Bankzitters nadat hij haar verjaardag niet wist. En wanneer ben jij jarig? 27 januari. Ja! Yeah.
Gefeliciteerd nog. We hebben de hulp ingeschakeld van een echte privéchef. Die gaat ons dieet verwerken in een gerecht. Behalve die van Milo, want Milo is er niet meer. Die is tennissen. Nou, we zijn er. Die lichtmasten die je daar ziet, dat zijn de lichtmasten van de tennisclub waar ik zo die wedstrijd heb. Ik heb hier een tas en daarin zit mijn avondeten. Barbecue chips. Wat een lekkere, voedzame sportmaaltijd. Vlak voor een van de belangrijkste tenniswedstrijden uit mijn leven. Na een hele dag chips te vreten, nog meer chips barbecue smaak. Proost mensen. Eet smakelijk. Wordt mijn gerecht... Ja, verwerkt in een gerecht. Ik heb een heel andere feit dan jij. Ik heb hele suikerige dip. Als jullie willen, kunnen we lekker gaan eten. Ja! Zou jij jezelf eerst even voor kunnen stellen op camera? Sherwin van Barbolina Amsterdam. Wij organiseren eigenlijk altijd private dining events door heel Nederland, buitenland. Je zei in Nederland en buitenland, doe je ook Eindhoven? Oh, wij komen overal. Jazeker. Kijk, goed dat we weten. Insecten, nou die zijn voor jou. Ja. Kijk eens. Zo. Wat zien we hier? We proberen eigenlijk een lekkere gerecht met jouw ingrediënten te werken eigenlijk. Dus we hebben een salmtataki, witte miso-saus eroverheen. En wat gefrituurde sprinkhanen en krekels. Het klinkt geweldig. Dan hebben wij de babyvoeding. Ja, dat ben ik. Die is voor jou. Hoe ziet dat er nog zo goed uit? De onderkant is gemaakt van babyvoeding met ertjes en... verschillende kruiden. Wat een baby heet. Daarbovenop een kalfswangetje. Die garen we 12 uur lang, sous vide, in rode wijnjus. Bij elkaar denk ik eigenlijk best wel lekker. Maar jij gooit rode wijnjus in babyvoeding? Dat klopt, ja. Maar we hebben hem eruit gekomen. Ja, ik hoor rode wijn, ik ben gelijk enthousiast. Dan hebben we de alcohol. Kijk eens. Wauw. Ah, deze is gewoon super lekker, kan niet anders van maken. Wat is het? Lemon curd, daarbij merengue, Italiaanse merengue, klein beetje afgebrand. Kokos met witte chocolade, Baileys en een klein beetje Timaria. Heerlijk, vriend. Zo, maar dit is dit is niet normaal. Dit is niet normaal. En we hebben één keertje snoep. Heerlijk. Oh, hij is een beetje gesmolten. Hij is aan elkaar geplakt met gummy bears. Eet smakelijk, jongens. Hey, dit is bijzonder lekker, man. Welke bloem is dit? Dat is een paarse bloem. Hey, dit is een combi, daar slapen mensen op, man. Die zalm met die sprink aan, hoor. Wat smaakt het naar? Snoep. Oké. Gaat het goed met je? Gaat het wel? Maatje, gaat het wel? Oh. Alleen, je bent een snijbeweging aan het maken, maar er gebeurt niks. Ah, ik ben er bijna doorheen. Binnenin zit een schat. Zal ik jou echt vertellen wat er binnenin zit? Nou? Nog meer snoep. Stel je beft en het smaakt naar banaantje. Dat zou niet verkeerd zijn. Ja, ik hou meer van de smaak van vrouw. Zou die kunnen omschrijven misschien? Nee, dat kan dus niet. Hoe zou jij de smaak van vrouw omschrijven? Hoe ik dat zou omschrijven? Als zoete cherries. Ben ik gek op, kan ik je vertellen. Misschien is dat wel mijn favoriete gerecht. Die kalfzorm was echt heel erg lekker. Ik ga hier voor mijn laatste stukje zalm. Het was ook heerlijk. Top. Echt perfect. Mijn hoofd knalde uit elkaar van die suikerboost. Laat de zon in je hart. Schijn toch voor iedereen. Geniet van het leven. Het leven is te kort om nuchter te blijven. Dat is. Zijn maar open ook. Is hij dood? Dat is de tekst. Dat is de tekst verder dan die van het liedje. Heb je dat eens vergeten? Het was echt heel lekker, dankjewel. Dat is top. Ja, dat was echt top. Thanks. Dames en heren, ik ben terug. Ik heb echt een heerlijk diner gehad. En nu is het tijd voor mijn late night snack. Maar ik mocht pas kijken wat het is op het moment dat ik thuis was. Dan ben ik nu het in mijn tas. Ik weet wat het is. Oh, een doos Flügel. Oké, het zijn er 10. Dat is te doen. Oké, mensen, ik ben hier even heerlijk aan het genieten in het prachtige Ameide. Langs de mooiste rivier ter wereld, de Lek. Ik zit hier echt fantastisch. Ik heb hier een haardvuurtje, dus ik kan gewoon met mijn t-shirtje buiten zitten. Het is lekker warm. En ik heb natuurlijk, om het helemaal af te maken, late night snacks meegekregen. En dat haardvuurtje is natuurlijk niet toevallig, want ik heb marshmallows. Is dat suikerig, hoor ik je denken? Ja, dat is zeker heel suikerig. Volgens mij mag je 40 gram per dag toegevoegde suikers eten. Ik zit nu op 400, denk ik. Maar nou denk je, dit is op zich wel leuk. Maar vertel mij eens even, mensen die het verzonnen hebben. Wat heeft dit voor functie? Het is een gummy hotdog. Maar waar slaat dit op? Maar waar slaat dit op, jongen?
Wow, hij heeft veel minder heel veel minder, hoe noem je dat ook weer? Hard. Ik ben lekker op de bank neergestreken. Nog aan het bijkomen van de babyvoeding kalfswang combinatie die ik net heb voorgeschoteld gekregen. Maar ik moet alweer aan het volgende denken en dat is deze late night snack. Het is te vergelijken met een rijstwafel. Het is al vrij droog, zo'n rijstwafel. Maar dan nog droger. Goed, we zijn een paar uur verder. Nu natuurlijk tijd voor het moment waar jullie op gewacht hebben. Jullie vragen je af, Milo, hoe ging je wedstrijd? De hele dag alleen maar chips eten, variërend van appel en bananenchips tot Lay's barbecue. Het is ongelooflijk maar waar. Als iemand mij dit vanochtend had verteld, had ik hem voor gek verklaard. Maar ik heb zojuist een van de betere tenniswedstrijden uit mijn leven gespeeld, denk ik. Ik raakte alles, ik voelde het, ik was fit, ik was lichtvoetig. Eigenlijk alles wat ik normaal niet ben. Op de een of andere manier voelde ik me gewoon topfit vergeleken met hoe ik me gewoon al jaren voel. Hier nog even het bewijs. Ongelooflijk, wat een prestatie. Nu ga ik dus twijfelen, moet ik dit niet elke keer doen? Elke keer als ik een wedstrijd heb, moet ik dan niet gewoon de hele dag alleen maar chips vreten. Maar de dag is nog niet voorbij, want geweldig nieuws. Het is tijd voor de late night snack. Ik heb eerlijk gezegd best wel honger. Na zo'n wedstrijd, ja, dan normaal gesproken vreet ik altijd een broodje frikandel weg of een patatje met. Maar vanavond is daar geen sprake van. Vanavond is het tijd voor een klein busje. Pringles! Het is tijd voor de late night snack. En ik ben benieuwd of het weer stoffig gaat smaken. Ik moet zeggen, het is vrij eentonig geweest, mijn dag. Al heeft de kok mij zojuist al echt geblest. Al met al ben ik ook blij dat ik er nu niet zo bij zit als Koen, want die kan niet eens meer tot drie tellen. 1. 2. Nou weet ik het niet meer. Dit is toch een prachtig shot. Dit is toch gewoon de rust zelf. Wat is hier goed gelukt? Een marshmallowtje op het vuur. Oh, die is goudbruin. Hij is echt zeer goed gelukt. Hij is echt goed gesmolten van binnen. Weet je wat het met chips ook is? Je wordt het niet, ik tenminste, heel snel zat. Dus ik heb nu de hele dag chips gevreten. Net een wedstrijdje gehad. Nu pak ik weer een paar chips. Denk ik toch wel, ja. Best lekker. Ik ben er gewoon gek op chips. De smaak gaat me echt tegenstaan, ik zweer je. Topje op zijn neus. Oh, dan zie je die Rob alweer. Die moet waarschijnlijk een halve springkaan eten. Springkaan. Aan mijn late night snack heb ik hier voor me liggen. Het zijn chippies. Het is een beetje een soort van Milo dieet dat ik nu krijg. Maar het zijn natuurlijk niet zomaar chippies. Het zijn chippies met daarin 40 van die heerlijke springkanen. En de koek is dan nog niet op, want jawel, ik heb daarbij ook hummus met gerookte krekel erin. Om te dippen. Ik ga jullie even lekker een smaakreview geven. Dit is weer stoffig, jongen. En dit is ook droog. Gaan we een beetje van die hummus bij proberen. Als ik deze hele zak opeet, zitten daar 100 calorieën in, wat nagenoeg niks is. Je geeft het je baby ook niet omdat je denkt, oh, hij heeft voedingsstoffen nodig, maar meer, dan houdt hij even zijn bek, want hij heeft namelijk iets in zijn mond. Zit ik hier om 10:30 s'avonds, 3 zakjes met springhanen chips weg te eten. Het leven toch prachtig. Ik vreet nog even een paar Pringles weg, waar ik best wel zin in heb eigenlijk. En dan vind ik het mooi geweest. Dit was mijn babyvoeding voor een dag. Ik denk dat ik het, als ik naar de rest kijk zo gedurende de dag, het er heel goed vanaf heb gebracht. Het laatste gedeelte van mijn dieet ga ik niet filmen. Ik heb net buiten de camera om nog zo'n gouden envelop opengemaakt. En daaraan staat dat ik dus vanavond eindelijk aan een tiet mag zuigen. Mensen, ik heb een zeer interessante dag gehad vandaag. Ik kan het zelf helemaal niet meer reproduceren, zo raar vond ik het. Wat betreft loting heb ik wel geluk gehad en ik heb ervan genoten. Voor ik naar bed ga, ben ik wel echt heel benieuwd hoe het bij Koen er aan toe gaat. Dus laten we daar nog maar even naar gaan kijken. En de allerlaatste, nummer 10. Wat een illustre rijtje. Nou mensen, ik geloof het wel. Ik heb vandaag de hele dag een heerlijk alcoholdieet gevolgd. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe vooral een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie later weer, dames en heren. Het was me weer een waar genoegen. Doei!